Champs. We zijn nog altijd aanwezig bij JVC. Dat is in Nieuwegein. We zijn op een kunstgrasveldje en ik ben hier met mijn grote vriend Redda. Ik ben ook altijd bang zitten. Het is toepasselijk dat we hier zitten. Ik zag je net voetballen. Jij hoort minimaal in de basis te staan. Nee. Bankzitters genoeg. Maar ik zie jou wel veel met voetbal doen op de socials. Ja, ik was altijd al voetballiefhebber. Ik denk dat de meeste kickboxers hier ook gewoon goed kunnen voetballen. Iedereen is altijd een beetje liefhebber van voetbal. Op een gegeven moment, ja, je gaat meer kickboxen interviews doen en dat soort dingen. Maar ik ben nu weer vol bezig met die voetbalwereld. Ik was laatst in Berlijn. Heb je ooit een Marokkaan van links naar rechts op snolle bolletjes zien gaan? Dat was jij. Ik ben de eerste. En je hebt verstand voor voetbal. Je hebt ook heel veel vrienden en relaties in het voetbalwereldje. Als we die vechters nou eens vergelijken. En we noemen bijvoorbeeld als eerste Michael Tainban Boapé, omdat hij op de achtergrond loopt. Met een voetballer. Met welke voetballer zou je hem vergelijken? Oh. En waarom? Ja. Ik denk Depay of zo. Memphis Depay? Ja, weet je waarom? Hij heeft ook een beetje, zeg maar... Hij heeft ook een beetje aura en hij heeft ook wel een beetje... Hij is gewoon boos, je weet toch? Ik weet niet. Ik vind hem wel zo'n Depay-achtig type. Oh, dat vind ik wel een goeie. Michael Boapé is Memphis Depay. Wie hebben we nog meer op de achtergrond? Levi Richters, de Prince of Kickboxing. Met wie zou je die vergelijken en waarom? Ja, man, ik weet gelijk. Virgil van Dijk. Weet je waarom? Zeg maar, ze zien er allebei, zeg maar... Best wel gevaarlijk uit als je ze op straat zou zien. Ik zou niet met ze willen vechten. Maar als je dan ze hun spreekt, dan hele lieve jongens. Je weet toch? Dus dat is met beide gewoon zo. En zijn lang en groot. Ja, dan Virgil van Dijk, Levi Richters. Goeie. Bahram, schiet ineens hem op. Met wie vergelijk je die? Broer, wie is de gekste voetballer? Nigel de Jong. Een vechtertje. Vechtertje. Olé, iedereen. Neerhalen. Ja, man. Edgar Davids, Nigel de Jong, weet je zoiets? Ja, nee, geen eens David, bro. Hij is gewoon Nigel de Jong, Pepe, gewoon agressief spelen. Even kijken, wie hebben we nog meer? Tijani Bestati. Tijani? Ja, ik dacht Xavi Simons. Xavi Simons, een man. Goeie. Je toch, ze kunnen het goed met elkaar vinden. Dus ik denk, ja, ik denk vergelijkbaar. Misschien ook qua techniek weet ik het niet, maar qua karakter misschien wel. En als we het nou omdraaien, hebben we een Arjan Robben binnen Glory? Arjan Robben, die vaak van links rechts schuift zo? Ja. Wie is Arjan Robben? Rico. Rico Verhoeven is Arjan Robben? Ja. En waarom? Rico gaat ook altijd in de ring en dan van links naar rechts bewegen, snap je? Het is heel veel, ze hebben zijn linker jab, zijn linker voet, weet je? Die gaat op en neer. Ja, man, dat... En hij wint veel, dat deed Arjan Rob ook altijd. Precies, dat. Hey, luister eens. Ik wil met jou even een paar predictions doen. 20 juli in het topsportcentrum staat Andy Bett, nu Semeleer versus een goede vriend van jou, Tijani Wonderboy Bestati. Wat verwacht jij van die pot? Wie gaat er winnen en op welke wijze zie jij dat gebeuren? Kijk, dit wordt sowieso een toppot. Ze zijn beide gruwelijke vechters. Ik heb ze allebei heel hoog zitten. Maar als je me nu zegt van je moet geld op iemand zetten, op wie ga je dat zetten? Dan zet ik toch mijn geld op Tijani. En met alle respect naar Semeleer, echt gruwelijke vechter. Maar ik denk dat Tijani echt gebrand is om te winnen. En weet je wat ook is? Semeleer heeft laatst verloren. Ik weet niet hoe hij herstelt van die verlies, snap je? Tijani zit vol van zelfvertrouwen. Ja, ik denk dat hij hem wel gaat pakken. Maar we gaan het altijd zien. Ja, je zegt het goed. We gunnen het ze allebei. En dit is misschien wel zo'n typische 50-50 matchup. Ja. Maar als je toch moet kiezen, dan zeg jij, dan is het Tijani. Dat denk ik wel, ja. Gewoon puur op zelfvertrouwen, op basis van dat denk ik dat Tijani wel... Wat voor voetballer zou Bad News Semeleer zijn dan? Want dan is het Xavi Simons versus... Xavi Foden? Simons... Omdat Nederland nu ook tegen Engeland staat. Weghorst. Ja, hij is Weghorst. Hij is Weghorst. Simmel is Weghorst. Ik weet niet waarom, maar gewoon Weghorst. Oké. De lengte zou je precies andersom zeggen, maar ik keur hem goed. Jamal Ben Sadiq, wat voor voetballer zou dat zijn volgens jou? Jamal Ben Sadiq, hij is... Ibrahimovic. Zlatan. Hij is Zlatan, man. Gewoon Kung Fu Panda in het veld, broer. High kick. Ja, man. Missen we hem? Zou je zijn man nog terug willen zien in actie? Voor welke organisatie dan ook? Ja, tuurlijk. Ik ben een groot fan van die man. Het is geen geheim. Ik vind hem een gruwelijke vechter. Alleen, jammer nu van heel veel gezeik naast de ring, zeg maar, buiten de ring. Maar kijk, als we het hebben over zijn prestaties in de ring. Super goede vechter.
En ik denk dat hij ook echt wel zeg maar een van de weinigen is die gewoon echt kans kan maken op die titel binnen de Glory Divisie. Dus ik vind het echt jammer dat hij nu de aankomende tijd niet meer in actie gaat komen. Maar ik hoop dat al het gezeik daarnaast snel wordt opgelost en dat hij weer mag vechten. En dat we kunnen genieten van een mooie partij. Jij als kickboxliefhebber, naar welke match-up de komende periode, naar welke vechten kijk jij heel erg naar uit? Ik overval je misschien een beetje, maar... Kijk, ik zou wel echt graag een afscheidspartij van Badr willen zien. Oef. Ja. Wie zou Badr zijn? Badr Hari als voetballer? Badr is Ziyech, man. Jawel. Geen Ronaldo of Messi? Ja, kijk. Ja. Ja, als je... ja, oké. Okay. Als je het zo hebt, denk ik wel Ronaldootje. Maar ik zeg maar, als ik het heb over Marokkaan, weet ik zie je Marokkaan. Ja. Qua Marokkaanse elftal, ik vind dat wel een Ziyech gewoon. Nonchalant, aura, de beste aller tijden. Ja man, ik zie hem gewoon wel als een Ziyech gewoon. Denk ik. Maar je zegt wel iets moois, hè? De diehard fans, die willen nog één keer Badr in actie zien, al is het maar om een gepaste afscheid te maken. Ja. Ja, kijk, de geruchten gingen laatst rond dat hij een afscheidpartij in Marokko zou vechten, maar ik weet niet wat daarmee is gebeurd. Maar ik hoop gewoon dat hij echt, vooral in Marokko hoop ik dat hij zijn laatste partij gaat vechten. Het hoeft geen top 10 glory vechter, weet je, gewoon een leuke partij tussen twee... Twee mooie namen, weet je. Het kan nog een andere legend zijn die ook op weer terug de ringen staan. Maar het kan ook gewoon kan ook een andere vechter zijn. Maakt me niet uit. Als ze maar gewoon een mooie partij zien. Uitverkocht stadion, Marokko, vol. 70.000 man. Dat is toch een droom voor iedereen. Of je nou voor wie dan ook bent. Dat wil iedereen zien. Dat zou wel een droom zijn, hè? Dat zou ik echt mooi vinden, man. Dus Glory, Robbie, regel wat, man. Robbie, kijk altijd mee. Dus regel het. AUB. Bahram vind ik ook zo'n type vechter die bij jou past. Hoe is dat bij mij? Je houdt van actie, van Bruce Willis in de ring. Ja, ik hou wel van showmannetjes. Dus ja, weet je wat tegen wie? Bahram tegen Anwar. Zal wel een leuke partij zijn, man. Oh, daar hebben we hem ook inderdaad. Hij wil jou tegenover Bahram zien. Hij is helemaal gek geworden, zegt hij. Ja. Dat is nog steeds geen light heavyweight. Maar het zou inderdaad, ik snap wel wat je bedoelt. Bahram versus Anwar. Heb je twee vechters die naar voren lopen en dat zorgt voor vuurwerk, hè? Zeker. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.